Ja, ist gut. Goedemorgen allemaal. Mondkapjes kunnen af. Ik geloof dat sommigen het als een statement zien. Want ik ben het gezeur wel een beetje beu. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar als je in de veilige omgeving van je eigen kamer zit, dan heb je er allemaal niet zo'n last van. En dan hoef je hem ook niet op. Fijn dat jullie kijken en luisteren, hoop ik. En ik ga proberen een verhaal te vertellen over de rol en de functie van de journalistiek deze ochtend. En ik zal daarbij ook een aantal praktijkvoorbeelden noemen, want er is bijna geen tijd, zou ik willen zeggen, als nu, waarbij je de rol en de functie van de journalistiek zo voelbaar merkt als in deze coronacrisis. Iedereen die lijkt bijna afhankelijk te zijn van hoe journalisten kiezen en hoe journalisten berichten en welke meningen er allemaal worden geuit. En op welke wijze de journalistiek eerlijk en gebalanceerd en onpartijdig probeert te berichten. Nou, daar gaat het over. De relatie ligt er deze ochtend met hoofdstuk 18 uit het boek Journalistieke Cultuur in Nederland. En vooral de eerste twee, drie hoofdstukken van het boek van Taco Reisemus. En ik ga niet alles wat daarin staat herhalen. Maar ik probeer af en toe wel een link aan te geven met wat je uit mijn woorden kunt terugvinden en ook iets uitvoeriger in de literatuur. Nou ja, over de rol en de functie van de journalistiek is en valt heel veel te zeggen. En laat ik in dit geval bij mezelf beginnen. Ik behoor nog steeds tot de journalisten die daar eigenlijk elke dag over nadenken, over de rol. En die functie van de journalistiek, dat ik mij elke dag op de plek waar ik journalist ben, me bewust ben van de impact, van de verantwoordelijkheid, van het effect van wat je doet. En dat is heel belangrijk om je dat te realiseren. Vooral de impact, het effect en het doel, dat is goed te beseffen. En één uitgangspunt daarbij is natuurlijk, wat zijn nu die principes van de journalistiek? Nou, daar zijn in kortere en langere versies veel regels en er is veel literatuur over te vinden. Maar er is één uitgangspunt wat eigenlijk in de westerse democratieën stevast wordt gebruikt. En dat zijn de principles of journalism. Ze staan nog niet op Brightspace, maar ik zal zorgen dat dat later vandaag wel gebeurt. En dat zijn principes die in Amerika zijn ontwikkeld en de namen die daarbij horen zijn van Rosenstiel en Kovacs, maar dit is op dit moment niet zo relevant, maar dat vind je wel als je dat even terugkijkt op Brightspace. En dan gaat het in de journalistiek, hoe voor de hand liggend is het ook eigenlijk, dat is dat het gaat om de waarheid. Hoe makkelijk kan het zijn en hoe vaak wordt die waarheid met voeten getreden? Wij zien dat natuurlijk in de minder democratische landen, maar we zien dat gewoon ook in onze cultuur, dat met de waarheid een loopje wordt genomen. En vooral in de zin dat men een deel van de waarheid weglaat om daarmee de burger op een ander of mogelijk verkeerd been te zetten. Maar goed, de waarheid is echt de basisregel van wat de rol en de functie van de journalistiek is. Is de waarheid boven water krijgen. En het is ook belangrijk te beseffen, dat vergeet je journalisten ook nog wel eens, maar voor wie het eigenlijk doet, die waarheid opzoeken. En dat doe je, ik heb hier het allemaal in het Engels staan, omdat dat de makkelijkste tekst is en die je ook terugvindt op Brightspace. Het is dat je loyaal hoort te zijn aan de burger. Voor die burger doe je het, zodat die burger op grond van jouw journalistieke bijdrage zich een mening kan vormen. En dat hij daarmee zelf kan bepalen wat hij van iets vindt. En daarbij is het natuurlijk belangrijk dat dat wat je boven water tilt en wat je voorschotelt, of dat nu in print is, of dat radio is, of televisie, of op andere platformen, dat maakt verder niet uit.
Die regels gelden eigenlijk overal. Dat is dat je je moet verplichten bijna aan, aan verificatie. Dat wat je wil overdragen aan informatie, dat ook daadwerkelijk klopt. Nou, hier in huis is daar eigenlijk een heel eenvoudig woord voor, namelijk dat je informatie checkt. Fact-checken. Hè? Dat is, Alexander houdt zich daar heel erg mee bezig en Peter Burger hier in huis. Maar checken, verificatie, dat is echt belangrijk. Dat moet je bij alles doen. Iets kan wel waar zijn, maar check het. Iets kan een beetje waar zijn. Een beetje waar bestaat niet, dat is maar de helft van de werkelijkheid. Onafhankelijkheid, dat is een heel belangrijk begrip. Dat is een lastig begrip, daar kom ik straks nog wel op terug. Want kun je sowieso wel onafhankelijk zijn? Ben je verplicht aan je werkgever om je in een bepaald kader journalistiek te gedragen? Zijn er bepaalde afspraken om voor specifieke doelgroepen, specifieke publieksgroepen, speciale informatie te brengen waarbij je accenten enigszins verlegt? Nou, kortom, je onafhankelijkheid is een verhaal apart, maar dat is wel belangrijk voor een goed functionerende journalistiek. En vooral onafhankelijkheid ten aanzien van de mensen waar je het over hebt. Als ik lid ben van een politieke partij en ik bericht over politiek, dan zie je hier al een groot vraagteken, namelijk hoe onafhankelijk kan die politieke journalist wel zijn. Is een punt waar ik ook straks nog wel even op terugkom, omdat daar allerlei codes voor bestaan binnen journalistieke en redactionele organisaties. Het volgende punt wat je ziet is een watchdog te zijn. Heel simpel gezegd, waar ben je als journalist de hele dag mee bezig, is dat je eigenlijk de macht controleert. Dat klinkt heel zwaar en dat klinkt heel politiek, maar dat kun je zowel groot zien als dat je dat klein ziet. Groot bijvoorbeeld, hè, neem een dag als vandaag, dan sla je de site open van de New York Times en dan gaat het natuurlijk over Donald Trump en dan gaat het over wat is nou waar van het ziek zijn van Trump. En kunnen we dat allemaal wel vertrouwen, die informatie die door hem en door zijn woordvoerders wordt gegeven? Nou, dat is een heel concreet voorbeeld. En dan zie je eigenlijk ook al die andere regels daar ook op lichten. Zo'n krant doet dat onafhankelijk, want is niet verbonden met een politieke partij. Wordt niet betaald door Donald Trump, zou ik maar zeggen. Is ook heel belangrijk dat wat ze schrijven over dat wel of niet ziek zijn en hoe ziek zijn, dat je dat checkt. En waarom doen ze dat inderdaad? Zodat wij, in dit geval de Amerikanen, echt weten wat er aan de hand is met de belangrijkste man in dat land. En eerlijk gezegd ook de belangrijkste man nog steeds in de wereld. Kortom, dan kom je wel uit bij de waarheid. Nou, ik ga niet bij elke regel zo de regel daarvoor weer terughalen. Maar dit is gewoon een dagelijks voorbeeld. Maar dat watchdog zijn, dat kan zich op allerlei terreinen afspelen. Dat hoeft niet allemaal zo groot te zijn in de Verenigde Staten, daar hoef je niet meteen de New York Times bij te halen, maar dat kan ook gewoon hier in Leiden met het Leids Dagblad, dat kan ook gewoon regionaal bij radio, bij Omroep West, dat kan zich ook in Limburg afspelen, als je het hebt over bepaalde zaken die zich daar afspelen, op welk gebied dan ook. Dus het is net zo groot en net zo klein als dat het nodig is. En het is natuurlijk heel belangrijk dat je het publiek eigenlijk de mogelijkheid ook geeft met al die informatie op grond van die principes van de journalistiek, dat zij zich, ik heb het net al gezegd, een mening kunnen vormen. Wat er ook bij komt bij die principes is dat je een verhaal wel helder vertelt. Dat geldt ook voor mij hier en voor ons hier. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Maar dat moet je je wel realiseren als je een zeer zwaar, ingewikkeld, maar misschien in jouw ogen wel verantwoord journalistiek verhaal vertelt of opschrijft, maar voor een publiek met weinig opleiding, dan heeft dat geen enkele zin. Bovendien heeft het ook geen zin om een verhaal aan te bieden of informatie aan te bieden aan een publiek voor wie dat helemaal niet relevant is.
kan ik een voorbeeld verzinnen? Nou ja, een beetje flauw, maar als je voor het Leids Dagblad werkt, is het natuurlijk niet relevant om de gemeenteraad in Maastricht daarover te berichten. Nou ja, dat is misschien wel een beetje een open deur, maar zo moet je het zien. Gaan we een slide nog even verder. Er zijn negen principes die althans door deze twee mensen worden gehanteerd en alom bij alle journalistieke opleidingen. Hier zelfs hangt het verderop in lokaal 147 ingelijst aan de muur. Het is natuurlijk dat je informatie, nieuws, hier in dit geval het woord nieuws staat er, dat je dat samenhangend en ja, proportioneel aanbiedt aan mensen. Dat betekent dat je gewoon een informatie behapbaar aanlevert. Kijk maar naar, laten we even RTL Nieuws noemen of het NWS-journaal, dat is dan televisie. Dan kun je wel over één onderwerp 7 minuten uitpakken. Maar dat wordt alom niet ervaren door kijkers. Daar is wel onderzoek naar gedaan. Dat zij dan nog na 3 minuten geïnteresseerd kijken. Tenzij het natuurlijk een onderwerp is waar iedereen het over heeft. Die onderwerpen zijn allemaal vrij kort, compact, met een kop en een staart, een conclusie en de informatie daarin waar het over gaat. Even een zijlijn, kun je zelf ook testen. Als je naar zo'n onderwerp in een journaal kijkt en na een halve minuut heb je al niet in de gaten waar het over gaat, zoek dan niet het probleem direct bij jezelf, want dan is het natuurlijk gewoon niet goed gemaakt. En een aspect wat ook nog later in dit semester aan de orde komt, dat is bijna voor mij persoonlijk een hobbyonderwerp, dat is namelijk het woord verantwoordelijkheid, heb ik in het begin al even genoemd, en de ethische kant van de journalistiek. Er zijn bepaalde vraagstukken die je misschien, of nee, ik moet dat iets eenvoudiger zeggen, niet vraagstukken. Er zijn ethische normen van wat je wel en wat je niet doet. Dat komt later dit semester nog aan de orde, maar laat ik één voorbeeld noemen. Is het ethisch verantwoord om iemands privéleven helemaal boven om te spitten van, laat ik in mijn eigen sector een beetje praten, van de politicus om de burger daarover te informeren? Nou, zomaar zo is dat niet zinvol en niet verantwoord en ethisch twijfelachtig. Maar als die persoon iets heeft gedaan wat relevant is in de beoordeling van hem in, of haar in de politieke functie of in de functie die hij heeft, dan kan dat op enig moment dat privé aspect van iemand wel belangrijk zijn. Nou ja, zo zijn er talloze vraagstukken. Is het ethisch verantwoord om een ziekenhuis in te sluipen, om daar naar iemand die daar ligt quotejes weg te halen, om te vragen hoe hij of zij de behandeling in een ziekenhuis ervaart? Nou ja, dat is wel ver gezocht, maar misschien wel passend in deze coronatijd. Maar daar komt ethiek bij om de hoek kijken. Nou, daar zijn allerlei voorbeelden zijn er te noemen. En mensen kunnen ook klagen daarvoor. En nogmaals, dat komt in dat college wel wat uitvoeriger aan de orde. Klagen kunnen ze bij de Raad voor de Journalistiek, waar ik jarenlang bij betrokken ben geweest. En dan kun je zeggen, nou, ik voel mij onheus behandeld. En dan komt ook het aspect van verantwoordelijkheid, maar vooral ook de ethiek aan de orde. Ik kan natuurlijk ook altijd naar de rechter gaan. Maar goed, dat zijn eigenlijk principes van de journalistiek. Ik heb ze hier nog een keer, hè, want die samengelezen. Als we naar de volgende slide gaan, lees dat nog maar over, want deze PowerPoint die staat straks op Brightspace. En dan zie je het nog een keer samengevat in 5 hele scherpe punten, wat net al in die andere regels naar voren is gekomen. Hè? De waarheid en accuraat berichten. Nou, de uitleg staat erbij. Onafhankelijkheid, kom ik zo nog op terug. Eerlijk en onpartijdig, heel belangrijk, vooral het woord onpartijdig. Nou, je moet mensen niet met informatie kwaad doen. Dat klinkt heel braaf en nobel.
Maar toch is het een aspect waarbij je op moet letten. En een ander aspect is natuurlijk dat je ook in die verantwoordelijkheid de taak en ook de plicht hebt. En ook moet beseffen dat je op sommige momenten verantwoording moet kunnen afleggen over wat je hebt gedaan. Die journalisten die hebben, en ook als we het later hebben over ethiek en verantwoordelijkheid, die hebben een verschoningsrecht. Je hoeft je bronnen niet prijs te geven. Je hebt dus iets meer rechten dan een gewone burger. Daar is ook, dat is ook in de wet vastgelegd. Want als je alle bronnen van een delicaat verhaal zou moeten prijsgeven, dan, dan kan je die bron in gevaar brengen. En dan kan het betekenen dat je om die reden een bepaald verhaal niet boven water kunt krijgen en kan publiceren. Dus die verantwoordelijkheid is belangrijk, maar je moet wel kunnen uitleggen hoe je aan informatie komt en waarom je dat gedaan hebt. Nou, dat is handig om dat nog even na te lezen. De volgende is samenvattend, is wat men over de journalistiek altijd wordt verteld, is dat de journalistiek de vierde macht wordt genoemd, de voortestijd. Het is een begrip in Anglo-Saxische landen, hier noemen we het de vierde macht. En misschien dat één iemand van jullie zegt, ja, de vierde macht, daar heb ik wel eens gehoord. Nou, iedereen kent, mag ik hopen, de Trias Politica van Montesquieu. En de vierde macht, zijn dat niet de ambtenaren? Zo is het in het verleden wel eens gezegd. Hè? De ambtenaren zijn de onzichtbare hand achter de wetgeving, de rechterlijke en de uitvoerende macht. Maar eigenlijk in dit tijdperk wordt toch de vierde macht een machts. Factor van betekenis de journalistiek genoemd. Waarom heb ik daar nou een plaatje bij gezet? Dit is, dit is een voorbeeld van de vierde macht. Dit is een foto die ik maakte bij een Europese top in Brussel. Helaas is zo'n foto op dit moment nu niet te maken. Het is een grote hal in een groot gebouw in het Europa-kwartier van de Europese Unie in Brussel. En dat gebouw heet toevalligerwijs, net zoals waar we nu staan, het Lipsiusgebouw. Wel grappig. En daar zitten zo'n 1500 journalisten uit tenminste 27 landen. Daar bestaat de Europese Unie uit 27 en ook nog eentje de Britten die eruit gaan. En er zijn ook nog Amerikanen, Japanners, Chinezen enzovoort. Want Europa is een belangrijke factor. En daar is eigenlijk de verbeelding van al die journalisten van allerlei soorten media. Radio, televisie, internet, noem maar op. Webpagina's, sites, allerlei platforms. En ja, dat kun je eigenlijk, daarom heb ik die foto erbij gezet. Dat is al echt de vierde macht. Die controleren, proberen te controleren. Daar wat er op zo'n Europese top, waar die regeringsleiders bijeenkomen, met elkaar bespreken. En die journalisten die daar allemaal zitten, in normale situaties zit ik daar ook tussen, proberen erachter te komen wat er allemaal wordt besproken. Volgende. Die functie van de journalistiek, dat staat, dat vind je wat uitvoeriger en wat uitgebreider in hoofdstuk 1 en 2 van Taco Reisemus, het boek wat jullie allemaal hebben. En dat is een beetje samengelezen, echt wat de functie is van de journalistiek. Dat is de informatiefunctie. Informatie openbaar. Er is heel veel informatie die relevant voor ons is. Om te weten hoe iets in elkaar steekt. En dat is een taak die je hebt en een functie ook. Denk bijvoorbeeld naar het dagelijks onderwerp terugkeren. De coronacrisis, van hoe worden nou al die cijfers berekend, al die modellen, hoe zit het in elkaar, wie doet dat, waar is dat op gebaseerd? Nou, dat zou iets kunnen zijn waarbij de informatie daarover boven water haalt, zodat mensen zich een mening kunnen vormen en in de gaten kunnen krijgen van hé, dat is interessant, dat klopt, of hebben daar misschien vraagtekens over. Wat heel belangrijk is, is de debatfunctie. Informatie is ook relevant, omdat mensen zich kunnen informeren en zich daardoor ook kunnen mengen in
ja, in de discussie over diverse onderwerpen. Dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat die debatfunctie zo langzamerhand een dominante rol heeft gekregen. Want iedereen heeft overal een mening over. Maar daar kom ik misschien zo nog wel even over. Het is misschien wel relevant om even, als je die twee hoofdstukken openslaat, misschien dat jullie het al gelezen hebben. Anders ga ik ervan uit dat na deze ochtend jullie het onmiddellijk openslaan. Daar zie je een verwijzing naar de Duitse filosoof en socioloog Habermas. Ik weet niet of de naam jullie ooit wel eens een keer in jullie onderwijsverleden is gevallen. Frankfurter Schule, dat was een grote groep van wetenschappers uit Duitsland die vanuit een wat links marxistisch oogmerk naar de samenleving kijken. Maar goed, dat kun je allemaal terugvinden. Ik zet daar overigens iets over op Brightspace, over deze man Habermas. En die Habermas die heeft een hele interessante theorie eigenlijk ontwikkeld, waar een relatie ligt met die debatfunctie. Hij grijpt terug naar midden 18e eeuw, zeg ik even los uit de pols, en grijpt terug naar de opkomst van koffiehuizen, allerlei discussiesalons, allerlei plekken waar met elkaar gesproken werd, gediscussieerd wordt. Klinkt allemaal heel mooi, maar goed, kunstenaars, intellectuelen, burgers enzovoort. En dat was de publieke sfeer, publieke domein. Daar werden ideeën uitgewisseld, daar werd ruzie gemaakt, daar werden opinies gevormd, daar werden gedachten uitgewisseld en gedachten ontwikkeld. Daarom staat die relatie in dat boek van Reisemus daar ten aanzien van de debatfunctie en die socioloog Habermas. En het is, en waarom staat dat daar? Omdat die debatfunctie, zeg maar die vrije ruimte waarin gediscussieerd wordt om je een mening te kunnen vormen, dat die, zeg jij ook, nogal onder druk staat. Habermas is nu, als ik het uit mijn hoofd zeg, al de 80 gepasseerd, maar nog steeds een icoon, vooral in Duitsland. En is ook al eens in Nederland hier geweest op bijeenkomsten. En die zegt dat die debatfunctie zo langzamerhand onder druk is komen te staan. Door allerlei factoren die die publieke ruimte, zeg ik maar heel simpel, hebben vervuild. Namelijk door commercie, commerciële belangen, door allerlei entertainmentachtige invloeden. Door allerlei belangengroepen die daar op manipulatieve wijze proberen dat debat te sturen. En niet de vrije discussie daar te stimuleren. Maar ja, eigenlijk op een misschien wat bedenkelijke wijze de mensen die aan dat debat meedoen proberen te beïnvloeden. Kun je een voorbeeld noemen? Ik zou een voorbeeld kunnen noemen, dan ga ik toch maar terug naar de stand van dit moment, de discussie van alle dag. Rondom die coronacrisis, en daar moet de journalistiek ook heel erg op letten hoe zij daarmee omgaan. Rondom die coronacrisis is natuurlijk een enorm debat ontstaan. En dan zou je wensen dat daar in die publieke ruimte, om uiteindelijk tot, hè, wij praten ook over publieke opinie, hè, dat zeggen we wel eens, hè, publieke opinie is voor en tegen, of vindt dat en vindt zus, en daar luistert dan de overheid naar. En het zou dan fijn zijn dat die overheid daar iets mee doet. Maar die debatfunctie die is aan het eroderen. Omdat die vervuild wordt door mensen die vanuit een bepaalde strategie daar informatie in die publieke ruimte stoppen. Waardoor dat debat vervuild wordt. Een andere kant uitgaat dan mensen zouden willen of misschien zelfs in de gaten hebben. En zo zie je bijvoorbeeld dat, ik weet niet of Alexander het of Willem het met me eens is met het voorbeeld, en of jullie het met me eens zijn of het kunnen begrijpen,
We nemen bijvoorbeeld de discussie over de horeca in relatie tot die coronacrisis. Je ziet, om de zoveel dagen zie je de baas van de horecasector, of de man die voorzitter is van de club van het midden- en kleinbedrijf, die zie je op televisie of die komt voorbij op de radio of die lees je in de krant met allerlei rampspoedverhalen over de horeca komt in de knel, iedereen raakt failliet enzovoort enzovoort. En daarmee wordt, ik snap dat, dat is een belangengroep, maar dan moet je dus als journalist heel erg opletten dat in die ruimte waar ook die journalistiek eigenlijk hoort te zitten, dat je daar ook beïnvloed door wordt. En dat je dus wel gebalanceerd en fair alle partijen moet laten horen. Want anders denkt iedereen komt bijna in het frame terecht. Jeetje, die horeca die is failliet, die mensen staan allemaal het water aan de lippen. En straks is er geen restaurant of café meer te bezoeken. Nou, ik hoop dat het voorbeeld wordt begrepen. Zo niet, laat het even weten via de chat en dan... noem ik een ander voorbeeld. Maar dit is precies de debatfunctie waarom, waarom dat ook in het boek van, even kijken, waar staat dat? Oh ja, we worden niet alleen de onderzoeksjournalistiek, wordt tot de vierde macht. Nee, alles, niet alleen de onderzoeksjournalistiek, de vierde macht, de volksjournalist voor de Lindenberg. Ja, nou ja, ik vind het wel een leuke vraag. Ze zijn dus alleen maar onderzoeksjournalisten die tot de vierde macht behoren, omdat zij de macht willen controleren. En als je werkt voor de Linda, hoor je dan ook tot de vierde macht. Nou ja, ik vind het een ontzettend goede vraag. En ik probeer tijd te rekken om een goed antwoord daarop te geven. Maar als je praat over de vierde macht en als je praat over die principes van de journalistiek en het controleren van de macht en het zoek zijn naar de waarheid, dan denk je natuurlijk in eerste instantie, en niet per se een onderzoeksjournalisten, maar dan denk je gewoon aan de pers die echt als doel heeft, hè, de kranten, de journaals, websites die echt bezig zijn om die macht in de gaten te houden. En ik zie de Linda regelmatig, vind ik een erg leuk blad, maar ik heb niet de indruk dat daar per se als dat verhalen zijn om een leuke vakantielocatie te beschrijven waar je een beetje tot jezelf kan komen of dat nou direct tot een rol van de vierde macht moet worden. Maar ik zou zeggen, het is een goede vraag, maar in de context van wat hier als functie en taak van de journalistiek wordt gezien, voert dat misschien te ver. Maar ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen, ik praat nu wel heel erg vanuit een bepaald idee van de journalistiek. En er zijn natuurlijk heel veel journalistieke uitingen, inderdaad, tijdschriften, bepaalde programma's, noemen ze wat, shownieuws van SBS, RTL Boulevard, hanteren zij ook al die journalistieke principes. Nou, in wezen wel, hè. Ook bij de Raad voor de Journalistiek heb ik wel eens meegemaakt dat er klachten komen van mensen die zich onheus bejegend voelen in programma's als Shownieuws en in RTL Boulevard. Daar worden wel degelijk die journalistieke normen gepoogd te hanteren. Men is ook in die sector in principe wel uit op de waarheid, want als je liegt en iemand in een kwaad daglicht zet, dan kan je ook een proces in je boek krijgen. Dus in die zin moet je die principes van de journalistiek wel lezen in de sfeer van het medium waarin iemand werkzaam is. Maar als het inderdaad op een gegeven moment voor de rechter komt, dan wordt er gekeken naar die taak van de journalist. Is het eerlijk? Is hij gelogen wel of niet? Is informatie op de juiste manier geverifieerd? Is er gedaan aan de hoor en wederhoor? Heeft iemand de kans gekregen überhaupt om een bepaalde opvatting van iemand te weerleggen? Of is hij überhaupt gehoord geworden? Daar wordt op gelet. En dat kan zowel de privé gelden, dat kan de weekend zijn, dat kan de story zijn. En ook de Linda kan op enig moment onder de loep gelegd worden als zij verhalen opschrijven die niet kloppen. Nou, ik hoop dat dat enigszins
begrijpelijk is overkomen. Nou, die waakhondfunctie is natuurlijk belangrijk. Hè? Die heb je op een andere manier, die watchdog, heb je op een andere manier hier voorbij zien komen. En ja, dat is journalistiek functioneert altijd in de maatschappelijke context. Nou, lees maar hoe Rijsselus daarover schrijft. Dat ligt natuurlijk ja, bijna voor de hand, zou ik zeggen. Dan kom ik op een punt voordat ik denk ik misschien een... nou, we gaan nog niet pauzeren. Maar dan kom ik even op punten volgende pagina. Ik weet niet of dat zo werkt, maar lees het maar even. Dit zet ik op Brightspace straks. Al die journalistieke principes die ik hier voorbij heb laten komen. Die functie van de journalistiek, de rol van de journalistiek. Daar wordt natuurlijk in journalistieke organisaties ontzettend goed over nagedacht. Hoe doen we het? Doen we het wel goed? Welke regels hanteren we? En die principes, die hier even op een paar pagina's staan, die zijn heel uitvoerig bij grote nieuwsorganisaties, journalistieke organisaties, uitgeschreven met talloze voorbeelden hoe te handelen als journalist. En je kunt je voorstellen, journalistiek is in die zin geen wetenschap. Er zijn steeds weer situaties die nieuw zijn, die anders zijn, waardoor je steeds weer moet bekijken, die nog niet eerder zijn voorgekomen, waarbij je als redactionele organisatie moet afvragen, hey, hoe moeten wij daar eigenlijk mee omgaan? Wat is ons beleid eigenlijk? Kunnen we dat wel doen, kunnen we dat niet doen? Vinden we dat zomaar in die basisprincipe journalistiek? Of moeten we daar wat meer over discussiëren? Nou, het bovenste wat hier staat, dat zijn de editorial guidelines van de BBC. Is voor mij een handboek met 5 sterren. Dat is zo uitvoerig. Daar staat werkelijk alles in over wat de taak is van een journalist bij de BBC. En even teruggrijpen naar die vraag, die goede vraag die net gesteld werd over de Linda. Bij de BBC is het niet allemaal wereldnieuws. Het is ook regionaal nieuws. Het is ook lokaal nieuws. Het is ook sport. Het is ook cultuur. Het is ook zang en dans. Maar het is hoe dan ook het overbrengen van informatie voor soms een specifiek publiek, maar wel vanuit een principe. En die principes die staan in die richtlijnen van de BBC. En die worden bijna elk kwartaal aangevuld en opgepoetst en aangepast op grond van dan de actualiteit van de situatie die een redactie heeft meegemaakt bij een bepaald onderwerp. Het is heel interessant om daar eens door te bladeren, wat daar allemaal bij komt kijken. Dat heb je niet in de gaten als je zomaar eens even BBC World aanklikt of dat je naar het 10 uur nieuws van de BBC kijkt. Dat is fascinerend. En ik heb zelf wel eens bij een bijeenkomst gezeten van BBC eindredacteuren die echt een bepaald voorval over, hebben we dat dan goed gedaan? Hadden we hierover moeten berichten? Hebben we niet iemand onnodig in een kwaad daglicht gesteld? Hoe moeten we daarmee omgaan met bepaalde beïnvloeding van een bepaalde organisatie? Dat wordt daar bediscussieerd door een hele groep eindredacteuren van de grote journaals, de kleine journaals, van lokale BBC journalistieke uitingen. En daar wordt daar afgesproken, dit is in het vervolg onze attitude, onze houding, wanneer zich zo'n kwestie voordoet. Dat vind je daar ook op die website, dat soort voorbeelden. Je vindt daar bijvoorbeeld, in de sector waar ik in opereer, in de politieke sector, vind je bijvoorbeeld, hoe ga je om met peilingen? Nou, wij zien in ons land bijna elke week, gisteren weer, dan moet ik Maurice de Hond, de peilingen van stel dat er een Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn, hoe is dan de zetelverdeling? Nou, in die guidelines van de BBC staat heel duidelijk dat peilingen nooit een headline kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld een kop in het nieuws van de Labour Party, weer de grootste in Groot-Brittannië. Dat is feitelijk wel de situatie op dit moment. Maar als zodanig vinden zij dat ze dat niet op die manier moeten brengen, omdat dat bijna iets suggereert alsof het al zo is en dat dat maar een peiling is. Een peiling is maar een peiling.
Dat is het opnemen van de temperatuur op een specifiek, op een bepaald moment. En in de context van een verhaal over appreciatie van een politieke partij kan je dat wel meenemen. Maar niet zomaar zo als nieuwsfeit. Hè. De opening 8 uur journaal, zou ik maar zeggen, bij ons zou nog wel eens kunnen zijn. VVD is uit de laatste peilingen de grootste in Nederland als er verkiezingen zouden zijn. Sterker nog, dat kan mensen ook beïnvloeden. Hè. Dat is het effect wat men dan wil voorkomen. Dat men bij de winnaar wil behoren en niet bij de loser. En vanuit die gedachte, nou, dat staat allemaal opgeschreven. Hoe je bijvoorbeeld een verslag maakt van een politiek debat. Hè, dat als je daar, je kan niet een debat van 5 uur samenvatten in een nieuwsbericht van, zeker niet voor televisie, tot 2 minuten. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, los van al die regels, de waarheid, dat je het ver en gebalanceerd monteert, dat daar alle partijen een beetje in zitten, zodat de burger zich een mening kan vormen. Maar je kan niet zomaar een debat van 5 uur in partjes aan elkaar plakken, zodat je 2 minuten hebt. Met andere woorden, dan ga je sjoemelen met de waarheid. Dus er zijn al die fragmentjes die worden bij elkaar gezocht en die je dan binnen die 2 minuten wilt laten zien en wil laten horen. Dat er steeds een stukje is dat de verslaggever daar steeds tussen moet zitten om van het ene quoteje, zou ik maar zeggen, het ene fragment naar het andere fragment te praten. Over alles is nagedacht. Nou, ook op nationale schaal, Nieuwsuur, kijk maar eens op de website van hun. Die hebben een journalistieke code over hoe zij omgaan als journalist, als redactie met de werkelijkheid. Nou, wat ik, dus dat om een of andere reden 2 keer, zie ik nu, de New York Times is zo mogelijk nog uitgebreid. Het had eigenlijk een andere, die link is dubbel gezet. Ik wilde eigenlijk van Associated Press stoppen, dus dat zal ik aanpassen als jullie naar Brightspace kijken. Bij de New York Times is het nog uitvoeriger. Daar staan ook voorbeelden van conflict of interest. Dat heb je heel vaak als journalist, conflict of interest. Ik zal een voorbeeld noemen. Je hebt een partner die werkt op de beurs en die handelt in aandelen. En jij bent als partner, journalist, op de financiële redactie van de New York Times. Dat betekent dat jij in bepaalde situaties kennis kan hebben die die koers van die aandelen kan beïnvloeden. Of kan sturen door bijvoorbeeld een verhaal te schrijven. Veel vraag naar aandelen, noem maar wat. Dan kan je mensen beïnvloeden door die aandelen te kopen. Denken, hey, die aandelen zijn blijkbaar populair en daar kan je geld mee verdienen. En dat wil men voorkomen. Dat soort conflict of interest wil men vermijden. Dat gaat natuurlijk heel ver, want dan kom je bijna in de persoonlijke levenssfeer van iemand. Hè? Want ik bedoel, we zijn allemaal autonoom. En als jij met een partner samenleeft of een relatie hebt, een partnerrelatie hebt, daar ook nog in. Maar iedereen is autonoom en heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Hoe kan je daar, hoe ga je daar, het komt in de politiek wel voor, hè? Ook in Nederland weet ik dat, dat een bewindsman in dit geval een relatie had, heeft zelfs nog, we zijn inmiddels getrouwd, met een politieke journalist van NRC Handelsblad. Ja, ik vond het hartstikke leuk voor beiden. En voor de man was het geloof ik 2 uur. Maar het is toch op het gebied van het onderwerp waarop deze bewindsman actief was, lastig. En vooral als die politieke journalist dan ook over zijn onderwerp gewoon een politieke analyse schrijft. Nou, het zijn van die voorbeelden, daar moet je mee uitkijken, want je moet wel het individu zo vertrouwen dat je niet, als je met iemand een relatie hebt, dat je daarmee meteen per definitie in een soort conflict of interest komt. Maar dit is allemaal bij zo'n New York Times en trouwens ook bij de BBC, maar bij de New York Times is het nog veel extremer opgeschreven. Goed om te beseffen, ook omdat in Amerika natuurlijk, zoals jullie misschien weten, een cultuur is dat je voor het gerecht gesleept kan worden.
en dat dat tot zware boetes kan komen. Nou, gaan we nog even een plaatje verder. Het is allemaal heel mooi te praten over die principes van die journalistiek, over de rol van de journalist in de functie. Maar ik heb al net even laten doorschemeren dat er met dat lijstje, ook al heb je het niet ingelijst, zoals wij hier wel op een lokaal verder, dat er natuurlijk allerlei momenten zijn, ik heb het net al genoemd, het staat in die guidelines, waarbij je bewerkt wordt of beïnvloed wordt. En soms heb je dat niet in de gaten. Maar je moet daar wel altijd alert op zijn. Vandaar is hoor en wederhoor belangrijk. Geloof niet alles meteen wat gezegd wordt. Of als je een verhaal krijgt aangeboden, een tip. In welke zin dan ook. Kan ook, nogmaals, kan zich ook afspelen op het level van de privé en de story. Verzin eens even wat. Er is bij Gordon ingebroken en die heeft een partikel op zijn neus gehad en zijn Rolex is gestolen. Dat schijnt heel erg waardevol te zijn, een Rolex, zelfs als hij 10 jaar ouder is. Even kijken, ja, ik heb hem nog. Hoe weet je dat? Hè? Soms kan die informatie komen van de politie in Amsterdam. Soms kan die informatie komen, in dit geval, van Gordon zelf. Leuk onderwerp wat mij zelf nogal gefascineerd heeft de afgelopen weekend. En dat staat dan in een aantal kranten. En dan moet je toch checken, hoe pijnlijk dat ook allemaal geweest mogen zijn, is het allemaal wel waar? Dus je gaat checken bij de politie, klopt het? Als ik het niet aanzag, is het inderdaad inbraak geweest? Is deze man te grazen genomen? Ik weet niet of het voorbeeld goed is, maar ik wil dat graag even kwijt. Maar dit is op een ander level, een level wat ik beter ken dan de wereld van de Rolex. En dit is namelijk weer zo'n Europese top. Ik heb zelf daar eens een fotootje van gemaakt, omdat het me enorm fascineert. Bij zo'n top, daar zitten allemaal regeringsleiders bij elkaar in beslotenheid met elkaar te vergaderen. Je hebt toen straks die foto wel gezien van de vierde macht, die journalisten die de macht controleren. Van heinde en ver, 1500 zitten daar elke maand, zaten daar dus, pre-coronatijd. En dit is dan zo'n moment tijdens zo'n conferentie dat er een woordvoerder van een van die regeringsleiders naar beneden komt, hoog gebouw naar beneden komt, met die pershal in dat Lipsiusgebouw, en die gaat vertellen wat daar boven op die vergadering allemaal gebeurt. 1. Er zijn 27 landen die daar vergaderen, dus er zijn 27 verschillende posities en 27 verschillende belangen. Dit is geen college Europese politiek, maar je kan je er iets bij voorstellen. Dat betekent dat die ene woordvoerder die naar beneden komt, vanuit zijn point of view iets aan journalisten overdraagt. Nou, hieromheen, ik kan de man niet zien hier. In dit groep, dit zijn allemaal journalisten. En hoe werkt dat in zo'n zaal? Daar komt een woordvoerder, nou, die ken je natuurlijk wel. Er lopen een paar journalisten heen, dat doe ik dan ook. En soms weet ik helemaal niet eens wie daar staat. En waar een andere journalist weet je wie er staat. En die zegt, ja, dat zou ik ook niet weten, maar iedereen gaat erheen, dus ga ik er ook heen. Nou, dat is een typisch kluitjesvoetbalmoment, waar we natuurlijk net zoals anderen ontzettend voor geneer. Is het niks, omdat iedereen er staat, dan weet je in elk geval dat je niets mist, ook al stelt het niks voor. Dus er staan al die journalisten daaromheen te duizen om zo'n vlak van zo'n bijeenkomst te horen. Maar het is van één woordvoerder. En zo zijn er meerdere. En dat moet je allemaal aan elkaar breien. En hoe kom je dus aan die informatie? Nou, dit is een manier, dat is een grote conferentie. Dat kan je niet per definitie voor waar aannemen. Dat moet je checken. Bij andere woordvoerders is het wel waar. Als hij zegt, nee, het overleg gaat prima, terwijl ze elkaar met de dossiers naar het hoofd, op het hoofd slaan en dat er slaande ruzie is. Nou ja, goed, de verbeelding van hoe dat gaat is nu al verwoord. Dus maar hoe check je die informatie? Dat is best lastig bij zo'n onderwerp. Want dan zul je dus andere woordvoerders moeten benaderen enzovoort. En hoe autonoom durf je zijn. En dat is belangrijk. Dat is iets wat ik graag zou willen meegeven.
als je journalistiek ingaat, dat je autonoom moet proberen durven te zijn. Als je dat hele rijtje van je principes als uitgangspunt neemt, met alle mitsen en maren, van het zal af en toe wel eens minder lukken en het zal af en toe wel eens minder volgens de regels gaan, zo je wilt. Iedereen maakt wel eens een fout of schrijft een stuk of vertelt een verhaal wat een beetje een grijs gebied is. Hè. Het is wel ongeveer waar, hoor je vaak van journalisten. Klopt, ja, het is wel, hebben jullie het gecheckt? Ja, nou ja, ik heb wel, één bron is geen bron, twee bronnen moet je hebben, maar soms weet je, nou ja, goed, maar laten we het toch maar doen, je hebt een zeker risico. Nee, dat is misschien niet zo goed om dat doseren, maar wel om te wijzen, hè. Journalisten zijn ook maar mensen. Maar één ding is belangrijk om autonoom te zijn. Als je het van horen zeggen hebt, en je, van al die principes die er zijn, van checken, wederhoor, dat kan allemaal geen sprake zijn. Je dringt daar niet in toe, zou ik zeggen. Daar dring je niet in door. Dan moet je zo autonoom durven te zijn om het niet te publiceren. Of desnoods op te schrijven, ik heb het nog even over schrijven, dat er gezegd wordt dat eens voor deze, maar dat je daar geen bewijs voor gevonden hebt. Zoals je in een stand-up situatie voor een journaal zou zijn, dan kun je echt wel zeggen dat er veel geruchten zijn dat er dat of dat gaat gebeuren. Er wordt hier gesproken dat meneer Gabraus misschien wel aan de zijde draadje hangt, hè, wat een paar weken geleden is. Maar je hebt dat zelf daar geen bewijs voor. En soms is het een vingerspitsengevoel, is het je intuïtie zegt iets. Maar wees daar dan ook eerlijk over. Maar als je meevaart op de golven waar iedereen op zit, mainstream denken zou ik maar zeggen, dan ga je toch een keer daar, kun je daar het schip mee gaan. Dat is best moeilijk, want als je als eenvoudige journalist ziet dat collega's van jou van andere media allemaal een verhaal daar of daar over schrijven en je krijgt er totaal geen vinger achter en je gelooft het ook eigenlijk niet en ja, dat is liet het woord kluitjesvoetbal net vallen, dan heb je toch de neiging van nou ja, laat ik maar meedoen, maar dan heb ik het in elk geval niet gemist. Maar dan kan zo'n situatie doen dat die woordvoerder die daar staat op dat plaatje, dat hij ons journalisten gewoon gebruikt om een discussie in een bepaalde richting te sturen. Dit is geen vrije publieke ruimte zoals Habermas dat bedoelt. Dit is hoe een overheid kan zijn om ook een beetje te sturen en met bepaalde informatie een discussie een bepaalde richting uit te duwen. En daarmee de journalistiek probeert te beïnvloeden, de berichtgeving probeert te beïnvloeden en daarmee in die end de publieke opinie probeert te beïnvloeden. En daardoor moet je autonoom durven zijn. Maar daarom staat het woord durf. Dat je ook gewoon moet zeggen, ik durf het niet aan om dit verhaal zomaar zo over te nemen. En ook al staat het in alle kranten en ook al heeft iedereen erover, ik doe het niet. En dat noem ik dan zelf wel eens dat er in deze tijd, waarin mainstream, hè, iedereen doet toch wel veel hetzelfde, zou je kunnen zeggen, iedereen heeft het over een bepaald proces waar veel discussies is in talkshows. Iedereen heeft het over ruzie in het kabinet. Als je daar zelf geen enkele aanwijzing hebt om daarover te berichten, dan moet je het lef hebben om dat niet te doen. Kortom, als journalist moet je soms meer lef hebben om iets, en als redactie en als medium, meer lef hebben om iets niet te doen dan om het wel te doen. Dus dat autonoom zijn geldt natuurlijk niet alleen voor jou als individu, als journalist, maar geldt natuurlijk ook voor jou in die zin dan als redactie, als journalistiek en medium. Wij doen dit gewoon niet. We hebben nog te weinig informatie. Autonoom kan je ook op een andere manier zijn. Zoals een aantal van jullie leest al, de correspondent. Die zijn bijvoorbeeld autonoom in een hele nieuwsroute. Hè? Dus de hoofdredacteur van Rob Wijnberg, die heeft daar ook een hele eigen opvatting over. Hè? Die wil niet de nieuwsagenda van wat speelt er vandaag. Hè? Nou, vandaag dat kun je voorspellen, vanavond in een talkshow,
zullen waarschijnlijk wel, en in de kranten lezen we dat allemaal, een discussie zijn van orthodoxe kerkgenootschappen die rekenen op God, omdat God het coronavirus wel uit hun buurt weet te houden. En als dat niet gebeurt, dan heeft God het op jou voorzien. En dan moet je afscheid nemen van het aardse bestaan. Dat is allemaal geen probleem als je maar gewoon in de kerk gaat zitten en op tijd je deuntje meezingt. Dat is echt zo'n onderwerp, daar heeft iedereen het over. Daar zal je vanavond en in de kranten, vanmorgen ook al, zal je daar in de avondkranten nog iets over lezen. En waarschijnlijk ook in talkshows iets over horen. En nou, dat is een alert. Een alert. Dat komt net binnen van binnen, die let hartstikke goed op. En grappenhouse tegen kerken, maximaal 30 mensen in de kerk en niet zingen. Dus ook niet, dus in die zin voor het zingen moet je echt de kerk uit zijn ontzettend flauwe opmerking. Dus dat neem ik terug. Dit is nou zo'n voorbeeld. Dit is misschien wel wat ook door in die, ik zou maar zeggen, in die publieke ruimte is ontstaan de afgelopen 48 uur, dat heel veel discussie over is, heel veel debat over is, dat er inderdaad ook wel van organisaties over wordt beïnvloed, hè, kerkgenootschappen die wijzen op artikel 23, nou, dat is vrij van onderwijs, maar zoals zij dat hebben, de scheiding van kerk en staat, waar ik heel graag op een ander moment een uitvoerig college over zou willen geven, hoe gescheiden dat wel is in dit land. Maar er is veel discussie over. En dan zie je dat nu meneer Grapperhaus, is niet toevallig, die neemt, en de afgelopen dagen, misschien nu of gisteren Lubach te zien, waar ook veel discussie is voor dat rare beleid van de overheid, een beetje dat wankele beleid van is iets nou verplicht of moet het nou en is het niet verplicht, of kan het en mag het en ja, hoe zit het eigenlijk? En dit is een voorbeeld dat kabinet heeft geluisterd naar de discussie in het land, zou ik maar zeggen. En de opinie die daarover is ontstaan. En de heisa vooral die erover is ontstaan. En ik vind dit een exemplarisch voorbeeld hoe de politiek zo snel hierover een heldere beslissing neemt. Dat is heel bijzonder, want er is de afgelopen weken nimmer, nog nooit zo snel in die hele coronacrisis waar te nemen over het beleid. En denk maar aan die mondkapjes, dat duurde ook een aantal dagen onder druk van de Tweede Kamer, dan een discussie in het land, ja, moet het toch nog wel draaien. Maar goed, dit is, laat ik hier niet verder over uitwenden, het is een leuk actueel voorbeeld. Autonoom heb ik nou al, ja, en dan doe ik nog even één. Ik weet niet of het er helemaal bij had, maar dat is voor mij een beetje een quote die ik vaak met me meedraag. Dat is uit 2007, denk ik, jeetje, ik weet niet hoe oud de meesten waren, maar toch is het een waardevolle quote. Dat is van een oud premier in Groot-Brittannië en die nam afscheid als premier en die hield de lezing voor journalistiek. Ik zal die lezing trouwens op Brightspace zetten, want het is nog steeds leuk om te lezen. Die gaat echt in dit geval over de politieke journalistiek. En die heeft heel veel kritiek over die journalisten. Jullie hebben het allemaal wel over de vrijheid van meningsuiting en de pers is belangrijk en de principes van de journalistiek. Maar wat ik steeds meer zie, is dat journalisten eigenlijk heel erg bang zijn om niet mee te gaan in, laten we zeggen, dat kluitjesvoetbal. En ik vertaal het even heel grof en dat de modus, de attitude van de journalisten op dit moment meer is om als een stel wilde beesten om vooral de reputaties van mensen aan gort te scheuren en dat bijna niemand daar zich anders in gedraagt dan die horde journalisten. Nou, dat is een, ik zal die speech die ik echt koester, dat is een toppunt van, zeker voor journalisten, van kritiek op ons. En ook al een eye-open die nog steeds geldt, misschien alleen maar toegenomen. Dit is eigenlijk, hij hield de spiegel voor aan die politieke journalisten. Luister eens even
weten jullie wel waar je mee bezig bent? Jullie hebben het wel over die principes, maar hanteer je wel die principes? En zijn jullie wel zo, hè? Herinner het lijstje als we naar de eerste slides gaan. Hoe humaan zijn jullie eigenlijk wel in jullie gedrag en op grond van allerlei belangen voor kliks, lezersaantallen, oplagecijfers, populariteitspolls, zijn jullie niet bezig om achter elkaar te rennen en vooral mensen te grazen te nemen en af te rekenen in plaats van gewoon goed en zuiver te informeren. Ik denk dat we even 5 minuten pauzeren. Ik zag de vorige week dat dat goed werkt en dan hoop ik dat dan na die 5 minuten weer het kan worden opgepikt en dan kan iedereen even een kleine wandeling maken. En uit Duitsland, Mr. Hitmaker, Bert Kempers. Thank you.
Goed, daar zijn we weer. In het laatste deel wil ik het hebben over keuzes. Want journalistiek staat er valt natuurlijk bij het maken van keuzes. Wat doe je wel en wat doe je niet? En waarom doe je iets wel en waarom doe je iets niet? En waar wordt dat door beïnvloed? Door welke factoren? Zijn er wel factoren die een rol spelen die helemaal niks te maken hebben met die mooie, opgepoetste, door mij vooral opgepoetste journalistieke principes? Nou, ik laat jullie heel even als voorbeeldje een deel zien van een klein fragmentje uit de talkshow Op 1 van 23 juli, halverwege de zomer. En daar zijn een aantal influencers, zoals dat heet, in discussie met elkaar. En daar zit ook nog Fijke Siebesma, een man, een oud CEO van DSM, die ervoor moest zorgen dat er allemaal testen kwamen in Nederland. En ik noem even de namen die erin zitten. Je ziet Dave Roelvink, dat is die jongen die van boven tot onder getatoeëerd is en we zien een vrij groot deel daarvan. Dave Roelvink, zanger, Yara Michels, ik had er zelf nooit van gehoord. Tisha Boy, geloof ik, als ik het goed zeg. En Jamie Lee, dat zijn allemaal of rappers of nou ja, hoe dan ook. En ze zijn jong en dat is de reden waarschijnlijk waarop ze uitgenodigd zijn. Nou ja, kijk er even naar, dus we hebben even een klein fragment. Zeg er iets over. Als jullie er zelf iets over op te merken hebben, laat het even weten. Bijvoorbeeld, waarom laat je dit zien? En als je nou betaalt? Nee, absoluut niet. Want ik doe helemaal niks waar ik niet achter sta. Al geef je me onderdrukken. Dat ga ik niet doen. Het is gewoon, ik zou het willen doen als ik erachter sta. Ja. En ik ben ook zeker tegen het verspreiden van het virus. Maar ja, werken de maatregelen in mijn ogen, tot wat ik nu toe heb gezien. Ja. Ik vind het laten we even wegblijven van de discussie over wat de goede maatregelen zijn. Maar even de vraag, zijn jullie een nuttig instrument om de boodschap te vertolken? Yara, ja. Wat is jouw idee? Zou jij hier voor openstaan? Nou, ik denk dat de influencers of mensen die een groot bereik hebben op social media natuurlijk de meest directe connectie zijn tot die millennial doelgroep of de doelgroep daaronder. Die besteedt gemiddeld 2 uur per dag op Instagram alleen al. Dus daar zit zeker een mooie connectie. Zijn influencers de mensen die moeten uitleggen hoe een mondkap precies het beste werkt? Dat denk ik niet. Nee. Maar de hele wereld verandert natuurlijk en ook voor jongeren. En dat is iets waar ik me bijvoorbeeld mee bezig heb gehouden. Ik ga niet uitleggen hoe de medische aspecten van corona in elkaar zitten, omdat dat niet mijn expertise is. Maar ik doe bijvoorbeeld een soort mental check-in bij mijn volgers. Van oké, we zijn allemaal gestrest, onze baan kwijt, voelen ons zenuwachtig over corona. Hoe gaat het met jullie? Of ik deel bijvoorbeeld tips over hoe je als zelfstandig ondernemer een beetje tijd doorkomt en je hoofd boven water houdt. Dus ik denk dat we zeker al een rol hebben in dat nieuwe wereld. Ook degene zijn die medische tips. Dus vooral informatie vanuit je eigen kennisgebied, zal ik maar zeggen. Wel bijvoorbeeld in Amerika dat de World Health Organization heeft een samenwerking met een aantal TikTokers gedaan. En dan maakt ze een challenge van je handen wassen. Dus dan maakt ze daar gewoon een soort tof gimmicky dingetje van, waardoor het niet gaat over saaie uitleg waar jongeren toch niet naar gaan luisteren, maar meer op een soort praktische, ja, grappige manier. En ik denk dat dat best slim is. Als ik vraag mag, ik begrijp heel goed hè, dat je niet zou zeggen allerlei medische uitleggen, omdat die expertise niet, dat begrijp ik heel goed. Maar zou je wel aanbevelen dat als mensen zich ziek voelen, dat ze zich nu laten testen? Ik persoonlijk wel, maar dat is een persoonlijke kwestie. En zou je dat ook aanbevelen? Zou je dat ook aanbevelen? Dat in ieder geval mensen laten testen? Ja, ik heb ook een corona test. Ik zie dat er te weinig mensen zich laten testen. Mm-hmm. Ja. Ik zou het wel aanraden. Als je ziek voelt, dan zou ik je laten testen. 100%. Mm-hmm. Weet je, ik laat me voor alles inenten. Wat nodig was in de afgelopen tijd. Dus als ik naar Afrika toe moet, dan ga ik helemaal groen en geel het vliegtuig in om de vaccins er dan mee gereden. Maar waar wij tegenaan lopen is dat er dingen worden uitgelegd in de maatregelen. Die ik kan begrijpen of zijn. Ja. We gaan even naar een filmpje, want in mei sprak rapper Boef live via Instagram met een woordvoerder van het RIVM over de vragen die bij veel jongeren leven. Dus een kans dat er straks weer een hele stevige lockdown komt. Wat we al weten, en dat heeft premier Rutte natuurlijk ook gezegd, is we gaan het gewoon stap voor stap, gaat het kabinet bekijken. Hoe zit dat nou precies tussen
En ja, een gentmas, die kan niet hoesten of niezen. Dus die gaat ook geen virus overdragen. Tim, heb jij ook een rol gepakt in deze tijd als het gaat om het informeren van mensen over corona? Nou, inderdaad, net als Jara zegt, niet de medische kanten, maar ik doe een soort sluikreclame. Dus, ja. Sluikreclame? Ja, zo noem ik het even. Omdat je bijvoorbeeld, dat zijn van die momenten in mijn vlogs die ik ook, die zijn niet heel relevant, die kan ik wegknippen, maar dan laat ik ze daar. Ja. Nou, dit is een klein fragmentje, dit is misschien niet het duidelijkste deel. Ik krijg van Emma net de opmerking dat dit geen rappers zijn. Ik was in de war in elk geval met die ene rapper die je even als instartje zag. Maar laat ik het zo zeggen, daar kan ik heel eerlijk over zijn. Dit zijn de influencers die mij in elk geval niet beïnvloeden. Maar dit is al een fantastische uitzending om terug te zien. En dit deel tenminste, dat duurt ongeveer een minuut of 20, denk ik. Dat is niet te lang. Het linkje zet ik straks op Brightspace. Als jullie dat gemist hebben omdat jullie op vakantie waren, dat is 23 juli, dan zou ik zeggen, kijk ernaar. En laat mij weten, dan later vanmiddag, let ik er echt op, ga ik jullie antwoorden. Ook niet dat er honderden vragen komen, maar probeer het wel dan te antwoorden als je even mailt. Wat je daarvan vindt en wat je bij mij gebleven is. Deze mensen zijn uitgenodigd vanuit het idee, wij willen iets weten, dit zijn allemaal programma's die bekeken worden bij de publieke omroep door toch doorgaans wel ouderen. Jongeren begeven zich veel minder achter de televisie en kijken naar deze, kijken traditioneel naar de televisie, bedoel ik te zeggen. En de overheid heeft natuurlijk in de gaten dat met al die coronamaatregelen dat er een communicatieprobleem is, sowieso inhoudelijk al, maar vervolgens ook op welke plek bereik je wie en op welke plek moet je als overheid gaan zitten. Dus dit was de eerste keer dat die influencers zeg maar bij die traditionele media naar binnen werden gehaald om eens van hun te horen wat zij vonden. En laat ik daar heel eerlijk over zijn, ik vond dit een verbijsterende uitzending. Niet omdat ik niks met influencers heb en niet omdat ik twee keer zo oud ben als die influencers, heeft er niks mee te maken. Niet omdat ik erop neerkijk, is allemaal niet aan de orde, maar wel op het niveau en de wijze waarop dit in dit programma enigszins ontspoort. Want hier is voor mij de quote van het jaar te horen. Hij zit niet in dit fragmentje, want het duurt te lang. Eén, in dit geval van de jongens die daar aan tafel zit, die zegt op een gegeven moment, iedereen heeft allerlei meningen en weet je niet wat er allemaal van waar is, over hoe je eraan komt en hoe je eraf komt, dat virus dus. En die zegt op een gegeven moment, de waarheid is ook maar een mening. Je zal het vinden, je moet het wat mij betreft zien, omdat dat precies iets is wat op dit moment heel belangrijk is voor de journalistiek, om te beseffen dat wij in dat publieke domein, in die publieke ruimte, stilaan in een situatie terecht zijn gekomen waarin mensen denken vanuit het idee, de waarheid is ook maar een mening. Terwijl die waarheid, hè, niet voor niks, de eerste regel die je bij de principes van de journalistiek hebt, en dat is toch eigenlijk ook waar wij allemaal naar op zoek zijn, de waarheid. Grote waarheid, kleine waarheid, maar in ieder geval wel dat was waar, dat wat waar is. En die waarheid is ook maar een mening. En dat iemand dat zegt, en ik heb mensen van het programma na afloop gesproken, en die wisten eigenlijk niet wat ze daarmee aan moesten. Fijke Siebesma, die man die daar, de oudste zou ik maar zeggen, die aan tafel zat, die probeerde wel heel vaderlijk te lachen en te grinniken en meegaand en meelevend te luisteren. En dat ook met een lichte glimlach aan te tonen, hè, begrip te tonen. Maar ja, de vraag is natuurlijk of je dat wel als programma moet doen, wat je hier nou mee bereikt. Hè. Bereik je nou je jongeren mee? Bereik je hier, doe je hier iets in het kader van het hele probleem mensen informeren, zodat ze zich een mening kunnen vormen? Of is dit alleen sensatie, een leuk programma, je erover boos kunnen maken? Of het grappig vinden,
dat Dave Hoefink allemaal dingen vertelt, dat hij zich over alles nog wat laat inenten als hij ergens naartoe vliegt. Ja, kortom, dit heeft te maken met keuzes. Even een zijlijn, het is wel leuk om te stellen, je ziet hier een van de presentatoren, Sander Schimmelpenning, oud-hoofdredacteur van Quote, die heeft een paar maanden dit programma gedaan en die is daarmee gestopt. En een van de redenen was dat hij dit soort discussies niet kan en wil leiden. En in een interview in het Parool 2 weken geleden zei hij dat hij ermee opgehouden is omdat hij besefte dat hij dit eigenlijk niet kan, zo'n programma. Ik kan niet, zei hij, en hij noemde niet echt concrete voorbeelden, maar dit was er wel één van, heb ik begrepen. Naar dom gezwets te luisteren, wat geen enkel doel dient, wat met journalistiek niks te maken heeft, waar ik eigenlijk helemaal niet in geïnteresseerd ben. En dat is echt dan een probleem natuurlijk, als je zo'n programma hebt en je nodig mensen uit waar je eigenlijk niet veel mee kan. Of misschien onvoldoende over hebt nagedacht, waarom nodig je die mensen uit? Mensen zijn niet minder, je moet wel weten vanuit welke gedachte, vanuit welk doel doe je dat. Wij kennen natuurlijk van een paar weken geleden de inmiddels ook historische uitzending met influencer Famke Louise, die vaderlijk werd toegesproken door een van de leden van dat adviesteam van het kabinet, Diederik Gommers. En sindsdien hebben die geloof ik een relatie, zou ik maar zeggen, althans een informatieuitwisseling over allerlei zaken. En dat heeft zich, nou, dat is heel leuk uitgepakt, zou je dan kunnen zeggen. Maar die van Louise die vond eigenlijk, net zoals een aantal van deze mensen, vonden eigenlijk dat dat gedoe van vrijheid beperkende maatregelen, dat ze daar niet aan meedoen. Wij doen niet meer mee, dat was geloof ik de hashtag die nu in de prullenbak ligt, persoonlijk zeg ik daarbij, gelukkig maar. Maar dat is een mening die jullie niet hoeven over te nemen, maar dat is die vrijheid, neem ik dan maar mee. Kom ik terug inderdaad bij hoe neutraal zijn journalisten, het gaat over keuzes. Dat is echt een heel groot punt van welke keuzes maak je, waarvoor en van welk idee. En de kritiek die er natuurlijk wel eens op dit soort programma's is, is dat die keuzes toch ook wel, wordt mij door collega's wel eens geweten, van de redactie, die zijn allemaal goede journalisten, die zo'n programma bij elkaar organiseren, zou ik maar zeggen, en bij elkaar bellen, wou ik zeggen, want dit zijn programma's waar je de hele dag moet bellen om te vragen of mensen, wat zou je willen zeggen, kun je vanavond komen, enzovoort, enzovoort. En daar zit ook een element van amusement in. En dat is, als we even teruggrijpen naar het eerste deel, waardoor die discussie in die publieke ruimte vervuild wordt, wat die socioloog Habermas als zorgpunt heeft genoemd, dat die discussie steeds meer vervuild wordt, of door commerciële belangen, of door belangen die meer liggen op dat amusement zich in die discussie gaat mengen. Nou, dit zijn programma's wat door sommige actualiteitenprogramma's genoemd worden, maar wat infotainmentprogramma's zijn, waar wel informatie naar voren komt, maar ook een element van entertainment een rol speelt. Dus ook de samenstelling van de onderwerpen, zwaar onderwerp, een moeilijk onderwerp, een sportonderwerp. Nou ja, goed. En vorm er zelf maar een mening over. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Maar onthoud één ding, daarom zou ik graag willen het zinvol vinden om jullie daar zelf op te wijzen en er zelf een mening over te vormen. Dat die ene jongen met die hoed op, waarvan ik de naam nou even kwijt ben weer inmiddels, zo snel gaat dat, dat hij zei, waarheid is ook maar een mening. En dat is voor mij dat is toch wel de quote die ik niet meer vergeet, omdat dat op dit moment heel erg belangrijk is. De waarheid is ook maar mee. En dan kan je zeggen, we hebben het hier over een programma in Nederland, maar voor een Amerikaanse president zou je kunnen zeggen, dat is een beetje grote stad, een beetje niet direct, een beetje gekleurd gezegd vanuit Bijbel, de president die zegt eigenlijk hetzelfde, hè? Waarheid is ook maar een mening. En die praat niet van niks, heel veel waarheid is voor hem fake news. Maar goed, dan kom ik hier naar die keuzes dus, die nieuwsselectie. Nou, zit ik wel in een
nieuwssfeer, dat moeten jullie wat ruimer aanvoelen. Maar ik heb het hier over de nieuwsselectie. Dat heeft te maken met nieuwswaarde. Wat is nieuws? Wat is interessant om aan mensen te vertellen en wat niet? Ik zal die nieuwswaarde op Brightspace zetten, maar er zijn natuurlijk altijd onderscheidende dingen. Dit heeft ook een nieuwswaarde om die mensen, dat is onderscheidend, dat is niet de gemeenschappelijke opinie, maar het zijn opinies blijkbaar die in de samenleving leven. En het is leuk om die af te zetten tegen iemand die er anders over denkt. Nou, dat is ook een van de, een van de uitgangspunten voor zo'n talkshow, voor die talkshowjournalistiek. Nou, daar kun je een mening over hebben, nogmaals, of dat goed is of niet. Maar het steeds tegen elkaar, over elkaar zit. Daarom, we hebben het net even gehad over meneer Grapperhaus die die kerk aan banden legt, zou ik maar zeggen, die kerkdiensten en dat zingen in die kerk. En dan zul je vanavond ongetwijfeld in een van de talkshows, zal je mensen laten zien die dan zeggen dat dat de vrijheid of de scheiding van de kerk en staat met voeten treedt. In ieder geval, als je ze niet ziet, is het niet gelukt. Maar dit hier wordt nu op dit moment overgebeld door Jinek en dat programma op één. Dan moet je je vragen, moet je afvragen bij jezelf, is dat waardevol om te doen? Is dat interessant? Vergroot dat niet de tegenstelling in de samenleving? Het zijn allemaal aspecten die eronder liggen waar je als journalist over na moet denken. Het aspect objectief betrokken zijn. Of objectief zijn of betrokken. Nou, ik geloof dat Alexander later dit semester daar ook specifiek op ingaat, hè, op objectiviteit en neutraliteit. Nou, objectiviteit bestaat niet, niks is helemaal volledig vrij. En als je al praat over kiezen, dan praat je eigenlijk indirect over iets weglaten. Dus daar moet je, dat moet je wel beseffen hoe objectief je bent, ga ik verder nu niet op in. En betrokken, hè, je kan op je, dat zegt met name in dat wat Taco Reijsen me zegt, die heeft het over objectiviteit en betrokken journalistiek. Hij komt, ik ken hem, ik heb in dezelfde omroep gewerkt, KRO en CV, en was daar verantwoordelijk voor een actualiteitenrubriek netwerk. En daar hebben we altijd vanuit die journalistieke principes geopereerd, maar ook vanuit betrokkenheid. Dus aandacht besteden aan bepaalde kwesties, omdat je daar vanuit je journalistieke maatschappelijke opvatting betrokken bent. Honger in de wereld, drama in Darfur, dat soort onderwerpen. En dat je het vanuit je maatschappelijke opvatting belangrijk vindt dat je daar mensen over informeert. Dat probeer je dan wel objectief te doen, of neutraal en betrokken. Dat is al natuurlijk een beetje raar om dat zo in één lijn te zeggen. Maar goed, betrokken laat ik niet ingewikkelder maken dan het al is. Betrokkenheid heb ik nu al duidelijk. Incidentenjournalistiek, kan ook een keuze zijn. En er is een akkefietje ergens, een incident, iedereen heeft het de hele dag over. En de volgende dag is het weer vergeten en dan kom je al vrij snel op de hype. En de over te treffen, de trap bijna, de brand die opeens is uitgebroken, figuurlijk dan, over een bepaald onderwerp. Iedereen heeft het erover. Kun je een voorbeeld noemen? Ja, bijvoorbeeld Johan Derksen, die iedereen inmiddels kent, van het programma Veronica Insight, die op een gegeven moment ook vanuit zijn stijl van praten iets zei over meneer Aquasi. Dat heeft te maken met toen een demonstratie in Amsterdam. En de discussie, racisme discussie. En hij vond die man een rare vogel, daar kwam het ongeveer op neer. Hij is geen citaat. Dus tegen de principes van de journalistiek, als ik dat zo noem, maar dat is even vrije interpretatie. En dat werd een enorme hype. Iedereen had het erover en alle programma's werd erover gediscussieerd. Het heeft wekenlang geduurd. Was een onderwerp natuurlijk de hele zomer doorliep. En ruzie ook nog binnen de tent om dat probleem op te lossen bij Veronica Insight. Nou, hebben jullie waarschijnlijk allemaal wel meegekregen. Wie niet heeft meegekregen, heeft de afgelopen maanden onder een steen geleden. Dus ik zou zeggen, til hem op en gooi hem weg. Maar dat is een voorbeeld van een hype. Dat is echt een verhaaltje waar je mening over kunt hebben, maar op een gegeven moment een hele grote fik wordt.
als het ware. En daarna opeens verdwijnt. Nou, er zijn andere voorbeelden te noemen, laat ik aan jullie. Het komt bijna elke dag wel voor. Nieuwscreatie, ja, dat woord heb ik letterlijk zo overgenomen. Maar zelf praat ik dan eigenlijk over nieuws maken. Hè? Een idee hebben, iets gaan uitzoeken. Hè? Dat kan je ook in onderzoeksjournalistiek, zo interpreteer ik dit woord in de literatuur van in de woorden van Reisemus. En nieuwsgierigheid, gewoon zelf nieuws maken. En ergens naar op zoek zijn. Onderzoeksjournalistiek is dat doorgaans dan. En dan boven water tillen. En zoals vandaag, als jullie vanavond of nu al reeds de NRC aanklikken, dan zie je een verhaal over asielzoekers, vluchtelingen die gemarginaliseerd hebben gemarginaliseerd hebben met hun persoonlijke situatie, waardoor ze daarmee in Nederland konden blijven. En dat ging in dit geval dat ze zeiden dat ze homoseksueel waren, want het ging over Oegandese. En in Oeganda wordt daar geloof ik je hand vooraf gehakt. Dat komt er geloof ik ongeveer op neer. Ik moet het stuk nog lezen. En nou, dat vinden wij toen allemaal heel naar. En daardoor mochten die mensen blijven. Maar er zijn mensen die gezegd hebben. En er blijkt ook binnen de IND stukken over te bestaan. Dat die jongens die dat gezegd hebben gelogen. Nou, ik kan me voorstellen. Als je graag uit een land weg wil. En graag hier wil wonen. Dan... is in dit geval een leugentje om best veel, maar dat is niet de kern van het verhaal. Dit is nieuws maken. Goede onderzoeksjournalistiek. Interpretatiejournalistiek, dat is echt iets van deze tijd. Wat is dat? Ik kom uit de cultuur, uit de politieke journalistiek, waarin ik honderden verslagen heb gemaakt van politieke debatten voor de radio en voor televisie en weet ik veel waar allemaal. En gewoon verslag doen. Hè? Bijna ouderwets zou je nu zeggen. Van een nieuwsgebeurtenis in dit geval in de politiek. En dan meestal in andere programma's zat de duiding of de uitleg of de analyse. Vooral de duiding. En nu is dat begrip duiding bijna dominant geworden. We zien in het journaal een vlagje van een debat in de Tweede Kamer. En we zien al vrij snel een duiding van een van de duiders. Alexander van der Wulp, Arjen Noorlander, noem maar op. En die leggen uit wat er nou, er speelt dit en er speelt dat en waarschijnlijk gaat de zus of zo gebeuren. En je ziet ook die duiders in talkshow zitten. En dat is, dat ik constateer het, ik wil er niet direct een mening over geven, misschien een klein beetje, maar dat noemt men interpretatiejournalistiek. Dus het interpreteren van de feiten. Dat is vrij dominant, ook door de aard van die talkshow. Die journalistiek is dat steeds belangrijker geworden. Daar zit een, ik liet jullie iets zien van Tony Blair, oud-Britse premier. En hoe met name politieke journalisten zich momenteel opstellen. En toen momenteel was 13 jaar geleden, maar dat is alleen maar toegenomen. En dat journalistiek niet meer verslaggeving is, staat ook in het stuk wat jullie kunnen lezen. Wat ik op Brightspace zeg, maar dat het steeds meer interpretatiejournalistiek is geworden. Dus een interpretatie van de werkelijkheid. Dat is toch echt wel iets anders als slechts de feiten beïnvloeden. Nou, dat heb ik al genoemd, een voorbeeldje dan uit eigen praktijk, maar er zijn allerlei situaties waarin journalisten beïnvloed worden. Ik kan ook uit sportjournalistiek, kun je een voorbeeld doen hoor, wat te maken heeft met beïnvloeding. Alle sportjournalisten die het voetbal volgen, in normale tijd dan uiteraard, die moeten zich aanmelden en die krijgen dan toegang tot de wedstrijden en toegang tot die spelersruimte. Dan zie je zo'n speler staan met al die reclame namen achter zich als ze geïnterviewd worden. Dat komt ook voor dat clubs bepaalde journalisten die vrij kritisch zijn over die club of een speler of een trainer. En dan het verbod krijgen om nog met spelers van die club te praten, komt best vaak voor, best wel. En ik noem dat ook een vorm van beïnvloeding. En ik vind dat zeer kwalijk, waardoor ik sportjournalistiek, gaat Alexander nog
in één college op in als genre, maar waarin sportjournalistiek steeds minder het predicaat journalistiek in de zin zoals wij dat hier proberen uit te leggen mag opspelden, maar meer in de rol van entertainment terechtkomt. Als jullie het daar niet mee eens zijn, laat het weten of stel er een vraag over. Maar ik hoop dat dat begrepen wordt. Het is in ieder geval een gevaar. Maar beïnvloed speelt ook in de politieke rol. Want ik heb ook zelf wel eens meegemaakt dat een vorige premier, en dat is alweer lang geleden, want de vorige premier voor deze was Balkenende, dat die op een gegeven moment, zijn woordvoerder niet dat weten, het programma waar ik voor werkte, eigenlijk een straf oplegde om hem te kunnen interviewen, omdat een van de journalisten van dat programma, waar ik verantwoordelijk voor was, zich nogal kritisch uitliet over het CDA toen. En zei van nou, Kees, jullie krijgen een tijdje geen kans om de premier te spreken. Nou, dat is ook een vorm van beïnvloeding, maar dat, los van dat ik daar natuurlijk niet met ja en amen en boetedoening en op de knieën op heb gereageerd, maar op een andere wijze. Maar hoe dan ook, het beïnvloedt je wel. Dus er zijn op allerlei lagen, in allerlei situaties kun je dat het wel of niet ergens toe kan krijgen, begint al met je te beïnvloeden om invloed te hebben op jouw journalistieke uiting. Ga ik nog even naar richting tot slot factoren die ook door Taco Reisemus worden genoemd, maar ook in het boek staan journalistieke cultuur in Nederland, hoofdstuk 18. Factoren die ja, ik zeg maar op het speelveld, ik kon zo even een ander woord vinden, op het landschap een rol speelt, die ook het functioneren van de journalistiek en alle soorten van journalistiek beïnvloedt. Dus namelijk natuurlijk, ja, je kan wel praten, die mooie editorial guidelines omarmen en open discussies en horen wederhoor enzovoort. Maar economische factoren spelen gewoon een rol. Alexander heeft het in de eerste colleges al verteld over de uitgevers, de krantensector en het verdienmodel. Hoe blijf je overeind? Daar speelt één factor in. Dat, zo, ik op de school van journalistiek vroeg al, wel is een, was toen de discussie wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, door wie je betaald wordt, dan spreek je die naar de mond. Dus ik zal maar zeggen, dat is een wat negatieve benaming, maar dat kan op een gegeven moment wel de situatie worden. Als kranten steeds meer in de financiële problemen raken, dat het verdienmodel eigenlijk niet meer werkt zoals dat altijd was. Dat je bepaalde advertenties wil toelaten. Ik zal een voorbeeld noemen. Er is jaren geleden was er een gratis krant. Vorige week heeft Alexander nog aan jullie gevraagd. Kennen jullie gratis kranten? De pers en nog een aantal. Er was er één gratis krant die had tijdens de Tour de France had een serie gemaakt. Vooral over het volgen van de Rabobankploeg die toen nog bestond. En dat was gewoon in een journalistieke vormgeving en door redacteuren van dat krantje gemaakt. Maar dat was gewoon gesponsord door de Rabobank. En daarmee kan je bijna niet meer praten over beïnvloeding. Daar praatte je letterlijk wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Want daar kon eigenlijk niet meer sprake zijn van een conflict of interest. Dat was gewoon in zichzelf natuurlijk journalistiek eigenlijk onaanvaardbaar. Het stond er wel ergens een beetje bij, maar voor een argeloze lezer was dat toch bijna niet te onderscheiden. En het leek alsof het vrije informatie was afgewogen, met hoor en wederhoor, maar uiteindelijk was het toch een juiche berichtgeving over die ploeg. Nou, dat is economische factoren, allerlei aspecten zijn er al afgelopen maanden ook al over tafel komen die ook de keuze mede kunnen beïnvloeden. Zo'n talkshow bijvoorbeeld, laat het even vallen, toch een dominante journalistieke uiting waar elke dag, let wel, elke dag meer dan 1 miljoen mensen naar kijken. Naar Jinek ook zo ongeveer. Daar houden ze bij, dat is een minuten
systeem. Mensen hebben thuis gastjes en zo, nou, hoe dat technisch allemaal werkt, weet ik niet. Maar bij welke gast, vooral gasten die regelmatig komen, mensen wegzetten. Of dat er zelfs meer mensen gaan kijken. Of blijven kijken. En die gasten die nodig men vaak uit. Er zijn ook gasten waar mensen wegzetten en die worden niet meer uitgenodigd. Dus dat is het ergste wat je in je leven kan overkomen. Het leukste is om in zo'n programma te zitten. Dat was natuurlijk in het verleden vooral bij De Wereld Draait Door. Maar het ergste is als je na 2 keer niet meer uitgenodigd wordt. Want dan ben je een wegzetgast. En dan is het gedaan. De staatfactor op zich, de staat, hè, nou ja, de rol van de staat in de zin ook van beïnvloeden, maar natuurlijk ook gewoon de omroep, publieke omroep, dat speelt natuurlijk altijd in discussie, hè, bezuinigen op de publieke omroep, ja of nee, dat gaat natuurlijk ten koste ook van de journalistieke uitingen. Subsidie gaat spelen, Alexander heeft het volgens mij niet over gehad, maar als het verdienmodel bij kranten, op dit moment gaat het op zich wel redelijk goed, zei ik, dat het allemaal digitale abonnementen zijn. Die zijn aanmerkelijk goedkoper dan een echt krantenabonnement. Dus er wordt wel degelijk bezuinigd bij al die uitgeverijen. Er wordt wel eens gesproken, moet kranten niet, hè, moet in een democratisch land als het onze, moet je niet kritiek organiseren. Die vierde macht, het controleren van de macht, moet je dat niet als gegeven hebben in een land. Hè? Het is niet zoals in Hongarije of in Tsjechië of in Polen dat je het allemaal de nek om wil draaien. Maar wij moeten er juist blij mee zijn dat de overheid kritisch gevolgd wordt en de macht kritisch gevolgd wordt. Misschien moeten wij het dan straks wel gaan subsidiëren. Dat is een heel delicaat onderwerp. Ik denk altijd dat het daar misschien nog wel eens een keer van komt. Maar het is een no-go issue nog steeds. Maar goed. Zuilen heb ik hier genoemd. Dat speelde in het verleden een rol, maar dat speelde meer bij dat college van over de omroepen, hè, waarbij zuilen ook hun keuze lieten bepalen. Of liever gezegd, omroepen door het zijn van een zuil hun onderwerpkeuze daar lieten bepalen door de zuil waar ze in zaten. Hè. Dus ook, als je vanavond op de radio luistert tussen half Radio 1 en Radio 1 Radio. Dus alleen geluid in principe, die ga je ook op de computer naar bovenaan. Radio 1 tussen 6:30 en 7:00, dan zendt de EO uit. Ik durf erom te wedden, dan komt die discussie van het zingen in de kerken, komt ervoor, omdat de EO natuurlijk evangelische omroep is, overigens niet orthodox meer, maar dat wordt een beetje zuilachtig. Social media, dat is heel belangrijk, staat ook in hoofdstuk 18 van Wijfjes en Bardoel, heel duidelijk. Dat is echt een factor van betekenis. En dat zou eigenlijk veel meer woorden verdienen dan ik nu nog in mijn hoofd heb. Maar je kan dat heel goed en duidelijk lezen, maar dat bij de social media, kijk maar wat zich op Instagram afspeelt. Kijk maar wat er bij die influencers voor discussie om me heen hangt, hè, die duizenden, honderdduizenden volgers hebben en serieus genomen worden, soms terecht, maar soms ook ten onrechte. Vooral daar waar ze zich geven op het gebied van informeren. En die hebben geen last van journalistieke principes. Die zijn niet bezig met de waarheid, die zijn bezig met hun waarheid. En die zijn niet bezig met horen wederhoor en fair en balanced en impartial. Die zijn bezig met zenden. En dat is een steeds belangrijkere factor waardoor mensen geïnformeerd worden. Dat is ook zo'n vervuilende factor in die publieke sfeer, hè, waar mensen dus eigenlijk denken geïnformeerd te worden, maar in feite, gehersenspoeld gaat het dus iets te zwaar, maar jullie snappen wel ongeveer wat ik daarmee doe. Maar ook politieke partijen doen dat, hè, vergis je niet. De club van Thierry Baudet, Forum voor Democratie, haalt ook fragmentjes uit de Tweede Kamer, plakt ze aan elkaar en daar lijkt dan net uit dat Thierry Baudet zo'n beetje naar de premier, de meest verstandige politicus is in het land en voor elk probleem een oplossing heeft. Maar het is allemaal gefabriceerde
informatie. Overigens, het CDA maakt ook eigen filmpjes. Het heet CDA Vandaag. Nou, dat ziet eruit als dorpsnieuws. En dan moeten we nog een beetje oefenen met monteren en filmpjes maken. En de andere partijen doen dat ook. Hè. En straks zullen we zien bij verkiezingen, volgend jaar, 17 maart, dat ook via de social media burgers steeds meer worden beïnvloed. En daar komt de journalistiek helemaal niet aan te pas. Daar staan wij echt aan de zijde. Dus dat is echt een belangrijke factor. Ook om in de gaten te houden en te monitoren en over te berichten wat daar gebeurt. Hè. Dus ook over partijen die via die filmpjes gewoon desinformeren en letterlijk fake news verspreiden. En dan niet in de term van fake news van Trump, maar gewoon op grond van waarheid fake. Democratization of the news, dat is een begrip. Dat staat ook, vind je ook in de literatuur terug. Daar zijn boeken vol over geschreven. Ik hanteer altijd maar één voorbeeld, omdat ik het zelf heb meegemaakt in Londen. 2005 juli was dat. Bomontploffing in een metro en een dubbeldeksbus. Mensen die daarbij omgekomen waren. En toen was de eerste berichtgeving kwam van ons, gewoon burgers. Niet van ons journalisten, nee, van burgers die daarbij waren. En toen zei de baas van de BBC, herinner ik me nog heel goed, van dit is het eerste moment dat wij het primaat op het brengen van het nieuws kwijt zijn geraakt. En het nieuws is gedemocratiseerd. Iedereen kan informatie verspreiden. Alleen met andere normen, natuurlijk, dan de journalistieke normen. Nou, dat wordt ook wel eens user-generated content genoemd. Hè? Informatie die gewoon door burgers bijeengebracht is. En dat is later is dat zo'n discussie ontstaan van burgerjournalistiek. We zijn allemaal journalist. Er is ook een boekje wat zo heet. De media. Hè? Ik ben ook een medium. Nou, ik ben geen medium, maar een glazen bol, maar ik ben ook een mediaorganisatie als individu. Ik kan ook informatie, ik kan nou burgerjournalist. En zo zie je binnen de universiteit was ook een docent die dacht van nou, de journalistiek dat is een aflopende zaak. Het is straks allemaal aan de burgers en burgerjournalistiek, citizen journalism gaat helemaal maken. Nou, daar is niks van terecht gekomen. Dat had ik toen geloof ik al goed voorspeld. En bovendien is dat niet te doen en niet geloofwaardig. Misschien in deze tijd zie je ook wel, ik weet niet of dat helemaal waar is, misschien ook een wens die ik heb, dat er juist in een tijd waar er op dat speelveld zoveel spelers zijn die met andere gedachten de burger willen informeren dan vanuit die, ik zal maar zeggen, de principes van de journalistiek, dat er misschien steeds meer behoefte is aan traditionele, goede journalistiek. Ik bedoel niet traditioneel in de zin van een krant, of een NOS of een RTL nieuwsjournaal, maar ik noem het hele speelveld en alle platforms, maar dat het gewoon wel volgens de waarden en normen van journalistiek principes gaat. Met de burgerjournalistiek, nou goed. Maar dat heeft wel een relatie met democratiseren van nieuws. En dat staat ook wel duidelijk beschreven. Dat is de redactionele logica is eigenlijk wat doel en wijze bedoelen, hè, van de keuzes van de redactie. Maar we gaan dat doen daarom voor dat publiek en dat doen we niet en dat wel. En nieuwsselectie enzovoort. Maar dat er ook algoritmes langzamerhand de nieuwskeuze bepalen. En dat zie je nu zelf al, hè, als je bepaalde pagina's aanklikt op je laptop. Het was een aerosol, inderdaad klopt, het was 1,20 meter denk ik. En dat die algoritmes jouw nieuwsvoorziening gaan bepalen. Dus als zij zien dat jij steeds pagina's aanklikt over sport, dat jij straks alleen maar, als je op bepaalde sites komt, dat je alleen maar sport krijgt aangeboden. Nou, met andere woorden, die algoritmes, al moet je zelf maar lezen in het boek, maar die logica van de algoritmes, dat is... dat is een fact of life, maar dat heeft ook iets zorgelijks, namelijk dat het niet meer een vrije keuze is, maar een aangestuurde keuze. Ik denk dat de woordkeuze wel goed is.
Dan gaan we naar het einde, althans niet zoals als wij allemaal vrezen. Laatste slide, wat stond daar nu op? Dat had ik. Dat had ik eigenlijk belachen. Dat was eigenlijk bedoeld als introductie naar dat filmpje, of dat fragment uit die talkshow. Ik zet de link er zo op Brightspace. Kijk ernaar naar dat deel. En dat zijn inderdaad ook journalistieke dilemma's. Want daar heeft die keuzes hebben ook te maken met dilemma's. Het zijn van journalist is inderdaad, het is geen wetenschappelijke exercitie. Ook al staan we hier in het huis van de wetenschap, zou ik maar zeggen. Maar het is geen wetenschappelijke exercitie. Het heeft te maken met de principes. Het heeft te maken met het publiek. Het heeft ook te maken met de mogelijkheden die je hebt. En voor welke doelgroep schrijf je? Hart van Nederland, het journaal, die heeft een andere scoop, een andere keuze, nieuwsselectie dan RTL Nieuws of het NOS journaal. RTL Nieuws heeft weer een andere keuze dan het NOS journaal zelfs. En de discussie waarin dilemma's worden ook bepaald door feiten en meningen. En in de hele coronacrisis wijst ons daar nog eens nadrukkelijk op. En ik hoop dat jullie dit helder is. En nogmaals, kijk straks eens even op Brightspace met wat ik daar nog als toegevoegde waarde heb gezet. En vooral dat fragment van het programma Op 1, waar wij één jongen zijn. De waarheid is ook maar een mening. En laat ik één ding zeggen. De waarheid is voor mij de waarheid. En dat is geen mening. En het is goed dat journalistiek er is om vanuit die gedachte te opereren. Maar dat heeft het karakter van een zondagse bijeenkomst in de kerk. Het heet namelijk een preek. Dat kan niet meer. En dit was het.